is zondag, de wekker gaat, hier heb ik op gewacht. Het allerleukste uur breekt aan, de tv mag super hard. We gaan op avontuur, ga je mee, het is voor iedereen. We gaan ontdekken hoe geliefd we zijn, kom je mee. Het zijn je allerbeste vrienden, allerbeste vrienden. Kijk ze eens gek doen, allerbeste vrienden. Dit is echt voor iedereen, ook voor jou, dus doe maar mee. Het zijn je vrienden, allerbeste vrienden. Kom je spelen, doe een dansje, eet een frikandel. En als ze zeggen dat is gek, dan doen wij het juist wel. We gaan op avontuur, ga je mee, het is voor iedereen. We gaan ontdekken hoe geliefd we zijn, kom je mee. We zijn je allerbeste vrienden, allerbeste vrienden. Kijk ze eens gek doen, allerbeste vrienden. Dit is echt voor iedereen, ook voor jou, dus doe maar mee. We zijn je vrienden, allerbeste vrienden. We staan voor je klaar, ga je met ons mee. Jezus aan, dan ben je nooit alleen. We gaan op avontuur, ga je mee, het is voor iedereen. We gaan ontdekken hoe geliefd we zijn, kom je mee. We zijn je allerbeste vrienden, kijk ze eens gek doen. Nou, Olly, dat was echt een supergoed idee van jou. Om gewoon een doos op de skateboard te zetten waar dan allemaal boeken in kunnen. Oh, dat scheelde echt heel veel werk. Mm-hmm. Wat ben jij nou aan het doen? Hè? Oh, ik was al zo druk bezig geweest in onze bieb. Ik denk, ik ga even zitten, even lekker lezen in mijn Donald Duck pocket. Ja, maar Olly, er staan nog maar 3 boekjes in. En we moeten al die boekjes moeten in de bibliotheek. Oh, maar hey Sophie, de kids zijn er! Oh, hoi kids! Hoi! Superleuk dat jullie er zijn. Kijk eens wat we hebben gemaakt. Ja, welkom in onze bieb! Ja, we hebben een eigen bibliotheek gemaakt. En we zijn net door de buurt geweest en hebben allemaal boeken gehaald voor de mensen die ze niet meer nodig hebben. Precies. En die kunnen wij dan uitlenen aan mensen die ze wel weer nodig hebben. En waarbij vet veel mensen hebben in de brievenbus een mooie flyer gestopt. Ja. En ook een eigen biebpasje, zodat ze echt boeken bij ons kunnen komen lenen. Ja. En inleveren natuurlijk. En natuurlijk ook, ja. En weet je wat nou zo leuk is? Kom. We hebben zelfs echt scanners voor de boeken. Moet je kijken. Kijk, dit zijn ze. Ik noem hem bliep bliep. Dus bijvoorbeeld als ik Sofietje Marietje even wil lenen, dan doe ik bliep bliep. En dan neem ik hem mee. Nou Olly, maar weet je, we moeten nu echt doorgaan hoor. Want anders zometeen is de bibliotheek nog helemaal niet klaar. En dan kan die niet open en er staan allemaal mensen voor de deur te wachten. En wil jij me dan helpen met alle boeken, want er is zoveel werk, Sofie. Nou, vooruit dan maar. Ja. Kom. Oké. Okay. Ja. Doe je mee, bliep. Nou, de boeken liggen al klaar. Die moeten we er allemaal in doen. Hey kids, wat fijn dat jullie kijken. Zing en dans lekker met ons mee. Geld.
handschoenen? Nee, natuurlijk niet. Het zijn sokken. Kijk eens, kids. We hebben sokken voor papa gemaakt. Onze allerliefste papa van de hele wereld. Ja. Want het is natuurlijk vandaag... Vaderdag! Een hele bijzondere dag. Heb je misschien ook al leuke cadeautjes gegeven aan papa? Misschien wel lekker ontbijtje op bed? Ja. Oh, wat leuk. Of misschien wel iets leuks gemaakt voor papa. Oh, dat zou ook kunnen. Ook superleuk, ja. Maar het zou misschien ook kunnen dat je vandaag Vaderdag een beetje een moeilijke dag vindt. Omdat jij vandaag je papa moet missen. Dat vinden we heel verdrietig voor jou. Ja, en ik wil eigenlijk tegen jou zeggen dat de Heere God heel veel van jou houdt. En je mag best verdrietig zijn. En dan mag je alles aan de Heere Jezus vertellen. Precies. En je mag altijd weten dat de Heere God altijd bij jou is en heel veel van jou houdt. Precies. Hé, maar Olly, we moeten ook de andere sok nog kleuren. Ja, zullen we dat even doen? Ja, goed idee. Oké. Okay. Hey kids, ik kijk jullie mee. We hebben echt een superleuk filmpje van kinderen die wat tegen hun papa willen zeggen. Kijken jullie mee? Waarom is jullie papa de leukste van allemaal? Omdat hij mij vaak optilt. En hij gaat altijd heel hard steken over de snelweg. En dat vind ik heel leuk. En ik vind het zo leuk dat ik altijd mijn grapjes maak. Dat hij het huis kan optillen aan mijn auto en alles ter wereld. Maar dat vind ik zo fijn. We mogen altijd opblijven van hem. Hij gaat altijd een appeltje kaneel voor ons maken. Hij is lief en hij is zorgzaam. Als hij met alles klaar is, gaat hij met me spelen. En hij staat altijd voor me klaar. Die altijd heel veel van me houdt. Die alles durft dat de liefde is. Ja, super, maar... Hij houdt super wel superheld. Dat hij superheld is. Nou, mijn vader is een toffe vader, omdat ik kan altijd alles met hem bespreken. En dat vind ik vooral echt heel fijn. Hij gaat altijd mee met mijn sportwedstrijden en support me met mijn sport. Hij is altijd voor iedereen en wil ons goed opvoeden. Mijn vader is dat hij met me naar de speeltuin gaat en dat... Met mij naar de winkel gaan om make-up te halen. Ik vind papa lief omdat hij met mij schoolbaan gaat. En dat hij met me heel veel kusjes geeft. Wat een superleuk filmpje, Olly. Echt, hè? Ja. En wat is eigenlijk jouw lievelingsboek? Owe Makkie, dat zijn natuurlijk mijn duckies. Die zijn echt superleuk. Kan wel 100 lezen op een dag. En jouw boek, wat is jouw favoriet? Oh, deze. De mooiste vis van de zee. Dat gaat over regenboog, die een hele mooie schubben heeft. En dat eigenlijk eerst voor zichzelf wil houden. Maar uiteindelijk gaat hij ze uitdelen. En er worden heel veel andere vissen blij. Maar hij zelf wordt ook heel erg blij. Oh, wat cool zeg. Ja, echt een heel mooi boek. En mooie schubjes. Hey. Dat is de bel. Er staat iemand voor de deur. Oh, zal dat onze eerste klant zijn, Olly? Ik ben heel benieuwd. Ik hoop het. Ik ben ook benieuwd. Wie is het? Het is opa. Hoi. Kom je bij onze piep kijken? Jazeker, want ik kreeg dit in mijn brievenbus. Ja. Ik denk, nou, een mooie flyer en een pas. Ja. Ik ga een boek halen. Ja, heel goed. Want ik wil graag een boek. Wat voor boek heb je nodig, opa? Hebben jullie iets voor gedichten? Met gedichten erin. Gedichten. Ja, dan moeten we even kijken. Kom anders verder. Ja. Kom maar even kijken. Ja. Dan gaan wij op zoek naar een boek. Met gedichten, zei u, hè? Met gedichten, ja. Oké. Okay. Sofie. Ja, vind ik mooi. Wat zijn ook weer gedichten? Nou, volgens mij moet het dan een beetje rijmen met zoek, ik heb een boek. Oh ja, dat zijn gedichten. Ja. Oh, ja, ik weet het alweer. Ja? Oké. Ja. Opa, zoek toch mee? Ik moet zo nodig naar de play. Ja, dat is dat. Zoek in deze hoek. Nou, ik zie hier... Heb ik niet er iets van gedicht of zo? Bij jou, Olly? Nee, even kijken. Zoek. Ja, ik heb hem. Het gedichtenboek. Kijk eens, opa. Elke bibliotheek heeft gedichten. Natuurlijk. Ja. Die van ons ook. Ja. Zal ik een zakpresentje voorlezen? Ja. Leuk. Dat is heel mooi gedichten. Er is niemand te jong. Niemand is te klein. Ga toch naar Jezus, want daar is het fijn. Mooi, hè? Ja, is er nog één? Ja, ik heb er nog één. Ben je vaak bang? Heb je soms pijn?
Bid dan tot Jezus. Hij wil bij je zijn. Wat een leuke gedicht. Mooi, echt, hè? Mooi. Mooi, hè? Is dit jouw lievelingsboek? Nou, ik vind het wel mooi, maar het is niet mijn lievelingsboek. Nee? Nee, nee. Ik denk dat mijn lievelingsboek is toch de Bijbel. De Bijbel? Oh, maar daar hebben we er ook heel veel van, hoor. Ja? Ja, we hebben verschillende Bijbels. We hebben hier een hele mooie Bijbel met allemaal mooie platen. Die doen we nog wel eens bij het avondeten lezen. Oh, dat is mooi, en we hebben ook deze. Prachtig. Dat is de babybijbel. Die deed mama altijd met ons lezen. Toen we babytje waren, zitten ook hele leuke liedjes bij. En dan hebben we er nog een Bijbel. Oh ja, natuurlijk, de zoekbijbel. Ja, die is van mij. Ja, die heb ik gegeven aan jou. Ja, dat klopt. Ja. De zoekbijbel van Olly. Oh, en we hebben ook nog een mooie mini-bijbel. Die doen we vaak mee in de tas. Oh, en dan hebben we nog een Bijbel. Maar die is een beetje zwaar en groot. En eigenlijk ook wel een beetje saai. Want er staan helemaal geen plaatjes in. Nee. Ja, moet u die hebben? Nou, het zijn wel heel veel Bijbels dit, hè? Ja, maar mooi, hè? Het is wel allemaal voor jong en oud, hè? Ja, want precies. Voor de kinderen, voor de baby's. En voor iedereen is er zo'n Bijbel waar iedereen kan lezen. Ja. Ja. Maar waarom is de Bijbel nou jouw lievelingsboek? Nou, kijk, de Bijbel is denk ik wel het lievelingsboek van heel veel mensen. Oh. En de Bijbel is wel heel oud. Oh. 2000 jaar geleden is die Bijbel geschreven. Wauw. En er staan allemaal boeken in, brieven in, van allemaal verhalen in over de Heer Jezus, over iedereen. En is allemaal opgeschreven en daar is deze Bijbel. Het is eigenlijk ook een soort bibliotheek. Bibliotheek? Oh. Hoezo dan? Ja, nou, daar staan al die boeken staan erin. Weet je wel hoeveel boeken erin staan? Nee. 66 boeken. Wow. Zitten hier allemaal 66 boeken in? Allemaal in. Ja. Hé, hey. Wow. Maar wacht eens. En dan heb je ook nog het Oude en het Nieuwe of Testament. Oh. Maar dat lijkt een beetje op mijn Donald Duck Pocket. Oh. Dat is ook één boek, maar er zitten heel veel verschillende Donald Duckies in. Ja. Ja, toch? Oh ja. Ja, dat is allemaal en dat verhalen. Is bij de Bijbel ook. Maar u vertelde dus dat je een Oude Testament hebt en een Nieuwe Testament. Dus ja. Eigenlijk twee delen of zo. Ja. Maar is de Heer Jezus dan geboren in het Oude Testament of in het Nieuwe Testament? Nee, de Heer Jezus is geboren in het Nieuwe Testament. Want toen kwam er ook een hele nieuwe tijd. Oh. En dus, de Heer Jezus is dus geboren in het Nieuwe Testament. Wow. En ja. Hoe oud was dit boek nou? Die is wel 2000 jaar oud. Sophie, ja. Dit boek is 2000 jaar oud en moet je kijken hoe mooi die nog is. Nou, dat is heel bijzonder hoor. Nou, echt, hè? Dat is niet dit boek dat 2000 jaar oud is. Oh. Maar de verhalen die erin staan, die zijn wel 2000 jaar oud. Oh, en zo. Die zijn allemaal opgeschreven door mensen. Dus de Heere God heeft niet die 66 boeken allemaal zelf geschreven? Ja en nee. Ik zei net al, het is door mensen geschreven. Maar er waren mensen die heel dicht bij de Heere God leefden. En de Heere God vertelde ze wat ze op moesten schrijven. En zo is het boek helemaal ontstaan. Wow. Wat bijzonder. Alles echt, is opgeschreven. Wauw. Maar schreven die mensen allemaal Nederlands? Nee. Dat was Hebreeuws eigenlijk in het begin. Oh. Maar ze zijn wel allemaal vertaald. Okay. Dus de Bijbel is, wij hebben hem in het Nederlands. Ja. En bijvoorbeeld in Frankrijk is die in het Frans. Oh, maar dan hebben ze natuurlijk in Engeland, hebben ze hem dan in het Engels. Ik ken ook een woordje Engels. Jezus is Jesus. Woei, wat cool, Sophie. Heel goed, maar dat klopt. In heel veel talen is die geschreven. Wow. Ik weet niet hoeveel. Hé, maar opa, als dit uw lievelingsboek is, hè, zou u dan een mooi stukje willen voorlezen voor ons? Ja, doe ik. Maar weet je, daar staan eigenlijk te veel dingen in, want dan duurt het heel lang. Je vindt heel veel dingen mooi. Ja, ik vind heel veel dingen mooi. Dan moet ik één dingetje kiezen, opa. Heel veel mooie verhalen staan erin, maar ook heel veel mooie liederen. Oh, en de liederen heette vroeger psalmen. Psalmen, oké. Ja. Zal ik die eens voorlezen? Ja. Ik weet een hele mooie psalm, en dat is psalm 91. En daar staat dit. Wie schuilt bij de Allerhoogste, kan rustig slapen. Want de Almachtige beschermt hem. Ik getuig ervan en zeg tegen de Heere, u bent mijn toevlucht. Bij u ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik vertrouw alleen op u. Ik ben veilig in Jezus' armen.
jongens, kijk toch eens. Ik vind het super gezellig bij jullie, maar ik moet echt gaan. Oh. Ik moet echt gaan. Maar mag ik deze meenemen? Ja, zeker. Lenen. Ja, maar dan moet ik hem wel even scannen. Ja. Loop me even mee, opa. Dat doen we natuurlijk hier. Scan maar even. Met de bliep bliep. De pet meenemen. Een gedichtenbundel. Ja. Bliep bliep. En even je pasje ook. Hoi. Ja, staat erop hoor. Yeah. En niet vergeten te laten terug te brengen, want anders moet je betalen in snoepjes. Nou, weet je, als ik hem terugbreng, krijgen jullie van mij snoepjes. Oh. Joepie de poepie. Lekker. Je hebt opa. Leuk dat je was, opa. Doei. Bedankt. Doei. Nou, superleuke kids was vandaag. Gaaf hè, dat de Bijbel dus 66 boeken heeft. Wow. Ja, echt bijzonder. En dus ook in heel veel verschillende talen is geschreven. Dat wist ik helemaal niet. Ik ook niet. En dat je dus een Oude Testament hebt en een Nieuwe Testament. Ja, precies. Gaaf, nou, hè? Echt gaaf. Ja. Hoor, ik ben ook zo benieuwd wie er volgende week op bezoek komt. Ik de boeken ook. Lenen. Ik ook. Ik vind onze Biep zo leuk. Ja, ik ook, Olly. Hey kids, zie jullie volgende week weer. Doei! Keihard verslagen, de overwinnaar. Onze God. Wie is de beste? Onze God. Wie is de slimste? Onze God. Hij is de Alfa en de Omega. Hij is voor altijd onze God. Als het even moeilijk is, staat hij voor me klaar. Ben ik soms verdrietig, dan is hij ook altijd daar. Wie is hij? Onze God. Wie is hij? Onze God. Ik sta met vertrouwen op de God die altijd redt. Hij heeft zoveel power, want hij is mijn superheld. Hero. Wie is hij? Onze God. Wie is hij? Onze God. Wie is de grootste? Onze God. Wie is de sterkste? Onze God. Hij heeft de boze keihard verslagen, de overwinnaar. Onze God. Wie is de beste? Onze God. Wie is de slimste? Onze God. Hij is de Alfa en de Omega. Hij is voor altijd onze God. Scheiden van hem. Hij houdt ons vast in zijn handen. Waar we ook gaan, hij is met ons. Ja, iedere dag. Ja, iedere dag. Hey. Ik hoef niet bang meer te zijn. Nee, nee. Wat kan mij nu nog gebeuren? God is er en hij blijft bij mij altijd. Wie is de grootste?